Veel gemeenten zijn van plan om het komend jaar nog meer te bezuinigen op hun budget voor kunst en cultuur. Dus minder geld voor bijvoorbeeld de muziekschool en het amateurtoneel. Dat blijkt allemaal uit een enquête die we hebben gehouden onder alle gemeenten in het land. Ja, 174 gemeenten hebben die enquête ingevuld. En 111 van die gemeenten geven aan dat ze inderdaad gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Dus omgerekend zo'n 64% van die gemeenten die hebben deelgenomen aan de Nieuwsuur-enquête. En van die gemeenten zijn van plan om in totaal 10,4 miljoen euro te gaan bezuinigen op dit terrein. Ja, we legden deze cijfers voor aan twee experts. Bastiaan Vinkenburg van adviesbureau Berenschot en Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Gemeenten besteden samen het meest aan kunst en cultuur. Twee keer zoveel als het Rijk aan kunst en cultuur uitgeeft. Als 2/3 van de gemeenten gaat bezuinigen op kunst en cultuur, dan hakt dat er wel behoorlijk in. Op zich zijn de bedragen voor 1 jaar nog niet zo heel erg groot. Maar als het over meer jaren wordt uitgerekt, dan wordt er uiteindelijk toch behoorlijk bezuinigd op de kunst en cultuur door gemeenten. Bij de Raad voor Cultuur hebben we eindeloos geprobeerd die cijfers boven tafel te krijgen. Wij zijn maar een kleine organisatie, we hebben dat niet kunnen vinden. Fijn dat jullie het hebben gevonden. Het bevestigt onze bange vermoedens. Ja, één gemeente die heel fors gaat snijden in het budget voor kunst en cultuur is de gemeente Uitgeest. En dat is te merken aan de inwoners. En dat zullen de inwoners gaan merken aan de voorziening in het dorp. Die gaan dicht of zijn helemaal afhankelijk van vrijwilligers. Ja. We zijn hier op de muziekschool in Uitgeest. Althans, wat er van over is. Want eerst hadden we subsidie, maar die subsidie is sterk verminderd in verband met bezuinigingen. En u bent nu voor uzelf begonnen? Ja, we zijn voor onszelf begonnen. Wat houdt dat in? Dat wij met een team van ZZP'ers deze muziekscholen draaiende houden. 2/3 van de ondervraagde gemeenten gaat dus extra bezuinigen op kunst en cultuur. En die klappen vallen in alle regio's van Nederland. Zo bezuinigt Wijk bij Duurstede 21%, Vlissingen 23%, Buren 38%, De Marne 39% en Uitgeest bezuinigt 46% op dit beleidsterrein. Dat is fors. Dat is ook pittig. Het zijn wel kleine gemeenten relatief die deze besluiten nemen. Ik zie er wel een lijn in. Het Rijk heeft in 2013 bezuinigd en grote gemeenten hebben die lijn vaak gevolgd. De kleine gemeenten komen daar wat achteraan en grijpen forser in. Ze denken nu misschien wel iets in het rand van, nou, voor cultuur moet je maar naar een grotere stad en wij bezuinigen er harder op. Vanaf 2014, eigenlijk al eind 2013, werd duidelijk dat we voor de jaren daarna flink moesten gaan bezuinigen. Omdat we hadden gewoon niet voldoende geld meer. En zo moesten we op de hele lijn gaan bezuinigen. En dat geldt ook voor kunst en cultuur. En we hebben echt voor de kleine verenigingen de subsidies moeten halveren. En voor de grote verenigingen zijn we echt gaan kijken van, nou ja, hoe kunnen we toch die kosten gaan afbouwen. Dit is de bibliotheek van Uitgeest, maar jammer genoeg moet die sluiten. In januari is het over. Waarom? Omdat de gemeente geen subsidie meer geeft om de bibliotheek te behouden. Dribbel naar de boerderij. Kan je er nog een zoeken? U heeft nog geprobeerd om de bibliotheek open te houden? Ja. Toen dat besluit pas genomen was, hebben we een handtekenenactie op touw gezet. En we hebben 1200 handtekeningen binnengehaald. 600 kinderen hebben getekend en geknutseld. Maar de politiek heeft zich daar niets van aangetrokken. Als u na 1 januari 2016 in Uitgeest een boek wilt lenen, dan bent u welkom in onze andere vestigingen in bijvoorbeeld Heemskerk en in Beverwijk. Maar hoe dichtbij is dat? Ja, dat is voor sommige mensen best te doen, omdat het 5 kilometer verderop is. Maar met name voor kinderen vind ik echt een enorm zorgpunt, want je kind kan niet meer zelf op de fiets naar de bibliotheek. En ook de kwetsbare ouderen, dat is een groep waar echt goed naar gekeken moet worden hoe dat verder moet. Heeft u nog een idee voor een alternatief? Het idee is om een ruilbibliotheek ervan te maken, gedragen door de vrijwilligers in het dorp. En wat houdt dat in? Het is de bedoeling dat de mensen van het dorp hun boekenkasten legen, hun overtollige boeken bij ons brengen. En dat wij daarvan een collectie gaan maken.
zijn de Zingende Zwanen. Het is een koor dat hier repeteert in het dorpshuis. En dat doen ze elke vrijdagmiddag. En u als stichting organiseert hier ook activiteiten? Ja, wij doen weer andere zaken. Wij organiseren een filmhuis en wij hebben een open podium. En wij stellen een theaterprogramma samen voor het hele seizoen. Ja. En wat is de bijdrage van de gemeente? De gemeente draagt aan onze stichting niks bij op dit moment. Nee, dat doen we helemaal uit eigen middelen. In de stad. Redt u dat of is dat toch een wankele basis? Tot nu toe komen wij steeds wel rond. Maar ja, er moeten geen gekke dingen gebeuren. Want dan kan het inderdaad wel een probleem worden met financiën. Ja. In de enquête is ook gevraagd op welke terreinen de gemeente het komend jaar gaan bezuinigen. Dan gaat het vooral om de amateurverenigingen. Daar wordt 2,1% op bezuinigd. De Centra voor Kunsten of Cultuureducatie, daar gaat 2,3% van af. Maar de hardste klappen gaan vallen bij de muziekscholen. Daar wordt 8,6% op bezuinigd. We hebben de laatste jaren keer op keer miljoenen bezuinigd. Procent op procenten en daar is nu de rek is er nu uit. En wat betekent dat, zo'n bezuiniging? De bezuinigingen, dat betekent A, dat er minder leerlingen, dat we minder leerlingen bereiken. In 2007 bijvoorbeeld hadden we nog 476.000 leerlingen. In 2013 waren er nog 271.000 van over. Er waren 220 muziekscholen en centra voor de kunst in Nederland. Daar zijn er in 2015 nog 135 van over. Het zijn forse bedragen. Het is een voorziening waarvan ik vind dat gemeenten die moeten aanbieden. Net zoals school, een bibliotheek, zwemles, dat soort dingen. Dat hebben we allemaal zien verdwijnen uit de algemene voorzieningen van een gemeente. Dat moet je tegenwoordig als ouder allemaal apart zien te regelen en ook apart betalen. En dan wordt daar ook nog eens een keer op bezuinigd. Volgens wethouder Kloosterman is er dan wel bezuinigd in Uitgeest. Maar kunnen de culturele instellingen prima draaien op een groot aantal vrijwilligers? Vaak wordt bezuinigingen als iets slechts gezien, als dat het daarna slechter wordt na de bezuinigingen. Maar als ik kijk hoe het in ons dorp heeft plaatsgevonden, denk ik dat het eigenlijk alleen maar op een betere manier vormgegeven is. Want met minder middelen houden we eigenlijk hetzelfde in stand. Je kan dingen die professionals doen, bijvoorbeeld muziekles geven of echt het bibliothecarisch werk, dat is lastig te vervangen door vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen wel een hele hoop hand- en spandiensten verrichten, maar je kan er minder op rekenen dan op de professionals die daarvoor opgeleid zijn en die dus ook kwaliteit kunnen leveren. Gemeenten moeten zelf zo slim zijn dat ze bedenken dat kunst en cultuur hun gemeente leefbaar maakt. Dat je daarin moet investeren. Dat het prettig is om in een stad te wonen waar een schouwburg is met een goede programmering, waar een toneelgezelschap langskomt. Dat je naar een concert kan gaan. Dat dat prettig is. Dat je je kinderen naar een muziekschool kunt sturen. Dan kan het wel geen wettelijke taak zijn. Maar het zou wel een verplichting moeten zijn voor gemeenten om hun gemeente cultureel leefbaar te maken.